Hij heeft een techbedrijf en heeft grote groeiambities. En dus haalde hij een investeerder aan boord en werden er aandelen verkocht en gekocht. En we gaan het allemaal horen in dit gesprek. Hoe dat allemaal in zijn werk ging, wat eraan vooraf ging. We gaan het horen van mijn gast hier op 7DTV. In samenwerking met No Monkey Business maak ik de serie Dream Exits, waarin ik in gesprek ga met tech-ondernemers die hun bedrijf verkochten. Met in deze aflevering Bas van der Horst van Apronto. Bas, hartelijk welkom. Dankjewel. Laten we beginnen met wat jullie doen. Want ik lees allemaal hele ingewikkelde termen. Iets met low code en zo allemaal. Ja. Je hebt het vast wel eens vaker aan schoonmoeders of moeders zo uitgelegd. Ja, doe dat eens. De simpele manier is eigenlijk, wij creëren low code, bouwen we software. Wat is low code? Low code is maatwerk software. En eigenlijk, als je het heel makkelijk wil uitleggen, traditioneel programmeren kent iedereen, hè, met die complexe codes. Ja. Zie je dat low-code eigenlijk met Lego-blokjes aan software bouwen is. Ah. Dus we hebben eigenlijk allemaal kleine blokjes en daar bouwen we veel sneller en efficiënter software mee. Daar zitten al functies en zo in, als het ware. Ja, ja, ja. En die Lego-blokjes, om even door te filosoferen, ja. Van wie zijn die Lego-blokjes? Wie maakt die Lego-blokjes? Die Lego-blokjes, dat is van het bedrijf Mendix, een Nederlands softwarebedrijf. Zij hebben dat low-code-platform gebouwd. Het is echt top of the bill. Okay. Ook de Gartner Magic Quadrant rechtsbovenaan, jaren op rij. Okay. En wij zijn een partij, wij gebruiken dat platform, dat ontwikkelplatform, om voor andere bedrijven de software te maken op die low-code manier. Oké, je bent echt gespecialiseerd in hun low-code. Want dus ik neem aan dat ze concurrenten ook hebben. Ze hebben ook concurrenten en wij doen dan twee type producten. Met Mendix doen we low-code applicaties. Ja. En daarnaast hebben we Boomi, dat is low-code integraties. Dat is eigenlijk het koppelen van software systemen aan elkaar. En wat is echt jouw pet? Wat is jouw specialisme? Zeg maar, zit jij echt ben je echt de techie of de commercial? Ik zit aan de commercial kant. Ja. Dus ik heb altijd wel een techie nodig. Ik heb goede techies wel nodig. Ja, precies. Hey, en ik snap het wel. Ja, precies. Nou, dat is handig. Ja, ze maken je niks wijs. Nee, precies. Apronto is gestart in 2013. Eind 2013. En dat is mede door jou opgericht, ja, hè? Ja. Hoeveel mensen heb je dat gedaan? Initieel met z'n drieën gestart. Okay. Relatief snel nog een vierde compagnon erbij gehaald. Eigenlijk een die heavy techie inhoudelijke man erbij betrokken. En die is ook mede aandeelhouder geworden. Nou, vervolgens eigenlijk, denk ik, als wat veel ondernemers wel zullen herkennen, een bumpy ride, maar wel omhoog. Along the way uiteindelijk. Wat waren de bumps, zeg maar? De bumps zijn, als je met z'n drieën start en je hebt toch al wat verschillende ideeën, is er op een gegeven moment een moment gekomen dat een van die originele starters zei van, nou, volgens mij gaat dit niet meer helemaal zo als we het allemaal samen fijn vinden. Mm-hmm. Dus ja, dan moet je toch keuzes maken hoe je dan van elkaar afscheid neemt. Ja. Dat is allemaal goed gegaan. Ja, ja. Dat was het eerste moment van waardering ook van het bedrijf natuurlijk. Tenminste, ik neem aan dat hij maar dat was toen nog, dat was nog redelijk pril. Dat is eigenlijk redelijk onderhands gegaan. Hebben we dat zelf kunnen regelen. Maar was wel echt een groot beslismoment. We hadden op dat moment drie bedrijven. Nou, wie gaat met welke bedrijven verder? Dat soort vraagstukken. En dan is later nog een keertje een compagnon die heeft zelf gezegd van, nou, ik wil eigenlijk weer wat anders gaan doen. Mm-hmm. Dus toen hebben we inderdaad ook een keer een waarderingsslag ook gehad. Waar stond Apronto pak een beetje voordat we dit traject zijn, waar we het zo meteen over gaan hebben, hè? Want je hebt een investeerder aan boord getrokken, daar wil ik alles over weten. Maar het momentum daarvoor, waar stond je toen? Als het gaat om schaalgrootte of aantal mensen? Voor op dat moment denk ik dat we, ik denk zo, dat is zeg maar een goed jaar geleden ongeveer, voordat we het traject gestart zijn. Ik denk dat we op dat moment een 35 eigen mensen hadden. Okay. Ik denk gemiddeld een stuk of 10 inhuur of zo. Okay. En nu zitten we daar weer een aantal tientallen boven. En wat was de reden om een investeerder te gaan zoeken? De reden is eigenlijk dat die markt van low-code is echt enorm opkomend. De voorspellingen zijn dat eigenlijk 60-70% van alle softwareontwikkeling gaat naar low-code toe. Dus een enorme groeimarkt. En je ziet dat eigenlijk de afgelopen jaren zagen we het al gebeuren, dat er al best wel links en rechts wat partijen geaccureerd werden. Mm-hmm. We weten zelf dat we met Apronto echt in de markt staan als kwaliteitslabel. We hebben hele goede referenties, de groei zit er goed in. Mm-hmm. En zodoende hadden we eigenlijk continu wel partijen die ons benaderden om te investeren of ze niet in konden stappen. Mm-hmm. En links en rechts wel eens met een paar partijen een keer een gesprek gevoerd. Maar nooit hadden we zoiets van, oké, dit gaan we nu doen. Of we denken dat dit het juiste moment is. Hmm. Tot uiteindelijk, eind 2020 dan. Toen we bezig waren met onze stratplannen. En toen kwamen we eigenlijk zelf tot de conclusie.
Het wordt uiteindelijk in zo'n markt eten of gegeten worden. Ja. En nou, als we gaan bewegen, dan moeten we het eigenlijk zelf maar doen. Zodat we zelf aan het stuur zitten en zelf keuzes kunnen maken wat het beste bij ons past. Dus een buy-and-build-strategie eigenlijk. Zeg maar, hoe wij, zeg maar, wij zelf de toekomst zien. Ja. En zodoende dat we dat eigenlijk op dat moment toen en daar hebben besloten. Dus Ronald en ik zelf. En dat we vanuit daar vervolgens aan de slag zijn gegaan in het traject om te komen tot de deal die we recent gemaakt hebben. Hey, en je hebt dit gedaan met No Monkey Business, hè, met Martijn van der Hoede. Als ik naar jouw verhaal luister, dan hoor ik gelijkenissen. Dus ik kan me voorstellen dat daar een match was. Ja. Hè, want zijn profiel lijkt best wel een beetje op jou. Waarom gekozen voor No Monkey Business? Want er zijn natuurlijk meer partijen die dit traject begeleiden. Ja, nou, sterker nog, wij kenden Martijn al. En toch hadden wij zelf heel erg zoiets van, nou, we willen echt wel ook een vergelijk maken. Hè. Ja. Als je zo'n traject ingaat, dan wil je wel een heel bewuste keuze maken met wie gaat je nou begeleiden daarbij. Ja. En zodoende dat we een aantal partijen gesproken hebben, maar kwamen toch bij Martijn uit, omdat daar het meest dat ondernemende gevoel in zat. Mm. Hij snapte onze positie. Het ging niet alleen maar om de cijfers, ook over de hele propositie. Hoe zet je het neer? De aanpak en de methodiek die ze vanuit No Monkey Business hanteren, is gewoon ook ontzettend sterk. En dat tezamen eigenlijk heeft de doorslag gegeven. Wat is daar sterk aan? Dat er een heel duidelijke structuur ligt waarbij er niet alleen maar wordt gekeken naar die cijfers, maar ook naar hoe positioneer je het bedrijf, hoe zet je het uiteindelijk, zeg maar, in de etalage. Want je moet toch eigenlijk je klaar gaan maken voor zo'n stap. Ja. En dat in combinatie ook met gewoon de persoon Martijn, een ondernemer waar je dan ook het juiste gevoel bij hebt en waar je ook weet van oké, dat is ook prima, die heeft dat trucje vaker gedaan. En ja, daar kunnen we ook goed mee sparren als het een keer spannend gaat worden in dat traject. Precies. Want wat zochten jullie? Een investeerder, maar leg even de deal. Want hadden jullie van tevoren al helemaal in kaart van oké, dit moet de deal worden? Even los van wie het dan wordt. We hadden daar nog best wel wat verschillende ideeën over. En we hadden ook zoiets, we waren ook gewoon heel benieuwd wat er uit de markt zou komen. Maar wat we wel wisten is dat we eigenlijk vooral meer in de breedte willen gaan. We hebben nu twee producten, low-code applicaties en low-code integraties. Mm-hmm. En vanuit die twee invalshoeken hebben we ook heel duidelijk, zeg maar, klanten die voor beide producten gaan of met het ene starten en daarna met het andere product aan de slag gaan. Maar we wilden graag kijken hoe we die klanten eigenlijk nog in een veel breder perspectief konden helpen. Hè. We hadden altijd van oké, we willen eigenlijk wat aan de slag met business intelligence en we willen eigenlijk nog wat meer Internet of Things-achtige toepassingen gaan doen. Meer diezelfde klanten in een breder perspectief helpen. En dat was ook wel de ideale partij. Zou een partij zijn die diezelfde visie zou hebben. En zou dat dan echt een finance partij moeten zijn? Of een partij, laat ik zo zeggen, wat voor soort partij zocht je? Een ondernemende partij. Ja, echt maar, wel. Maar met een bak geld uiteraard om te investeren. En die investeringen die wil je dat geld weer gebruiken om te groeien. Zie ik het zo goed? Ja, correct. Maar is dat dan een venture capital partij? Het is een venture capital. Uiteindelijk hebben we gekozen voor Holland Capital. Ja. De reden dat we voor hen hebben gekozen is natuurlijk één, het is een stuk van het venture capital inderdaad wat van belang is. Ja. Maar nog veel belangrijker dat we voor hen hebben gekozen is dat eigenlijk het voorstel kwam om met een drietal andere organisaties die zij al in portefeuille hadden, om eigenlijk met die vier partijen bij elkaar, wij en die drie anderen, samen aan de slag te gaan om één nieuwe partij neer te gaan zetten. Oké, ook in naam? Uiteindelijk waarschijnlijk wel. Oké. Maar dat is iets wat op de langere termijn gaat komen. Dat wordt een stappenplan, zeg maar. Ja. Want wat is uiteindelijk de deal geworden? De deal is geworden, dat dus inderdaad Holland Capital als investeerder en de drie partijen die, zeg maar, zij al in portefeuille hadden, waar we nu mee intensief mee samenwerken. Dat is Magnus. Dat is eigenlijk een partij met veel kennis op het vlak van business consultancy. Iets dat we duidelijk graag wilden toevoegen. Ja. De kennis rondom SAP. Ja. Ook een eigen Mendix divisie ook. En ook een grote business intelligence tak. Dus dat is eigenlijk, zeg maar, de eerste. De tweede is Dimensis. Dat is ook een grotere speler, specialist op het vlak van SAP. En dan specifiek vooral asset en project management. En de derde partij is PLM Cards. En PLM Cards is een van de grootste spelers in Nederland op het vlak van Siemens software. Okay. Het zit wat meer in de maakindustrie. En eigenlijk de hele visie die erachter ligt is dat er een, zeg maar, een harde kern van de propositie is eigenlijk SAP als ERP-systeem. Dan de Siemens voor met name alle maakindustriebedrijven. En Mendix als low-code oplossing waarmee we eigenlijk allerlei zaken kunnen toevoegen.
Waarbij we volgens in staat zijn om met Boomi al die systemen aan elkaar te knopen. We een business consultancy tak hebben om die organisaties te helpen met die digitale transformatie. En een analytics tak die helpt om al die big data te analyseren en daarmee organisaties te verbeteren. Plan hoor. Ja. Hey, en veel handel, industrie als klanten dan? Ja, ook handel, handel, industrie, productie. Zelf hebben we ook nog een tak wel ook in de finance en ook utilities en bouwondernemingen. Ja, precies. Hey, en wat is er aandelen technisch gebeurd? Aandelen technisch? Want jullie hadden als partners gewoon alle aandelen nog van Apronto. Ja, ja. En hoe is de situatie nu? Hebben zij alles? Ja, dus is nou ja en nee. Ja, het is nooit simpel. Het is nooit simpel, nee. Kijk, uiteindelijk als je met vier organisaties samen aan de slag gaat, dan is het ook van belang dat je samen hetzelfde doel gaat nastreven. Ja. Dus wat we gezegd hebben, we gaan met die vier partijen gaan we eigenlijk één nieuwe holding boven zetten. Aha. En met de ondernemers die in alle vier die partijen zitten, die hebben eigenlijk zeg maar alles verkocht van hun onderliggende onderneming, maar zijn allemaal terug boven in die holding weer ingestapt. Dat je vervolgens wel allemaal met hetzelfde doel, met hetzelfde belang, kijkt naar het grotere geheel en de toekomst van het van de onderneming. Hoeveel mensen zijn dat? Dat zijn er best wel wat, omdat een aantal, net zoals Magnus bijvoorbeeld, een partnerstructuur heeft met een groot aantal partners. Dus dat zijn er tientallen? Ja, nou geen tientallen, maar het, zijn al het is een aardig clubje. Ja. En dus dat betekent eigenlijk aandelen technisch dat het al één bedrijf is. Tenminste, één holding heeft alle aandelen van die bedrijf. Alleen de naam geeft zijn marketing, communicatiewijs naar buiten toe. Kun je het nog meer samen? Ja, het is nu zeg maar meer de cellenstructuur. Precies. Waarin we samenwerken en we zitten eigenlijk op deze fase, hebben we ook gezegd, de focus ligt nu enerzijds samen aan de slag om dat aan de saleskant meer echt één propositie van te maken. We hebben natuurlijk allemaal onze eigen onderdelen die heel mooi complementair zijn. Maar hoe gaan we zorgen dat die kennis en kunde over de hele organisatie verspreid wordt, zodat we dat allemaal duidelijk naar buiten brengen. En anderzijds aan talent development. Dus dat is zowel recruitment. Het is natuurlijk voor ons alle vier de bedrijven super belangrijk om nieuw talent binnen te halen. Maar net zo belangrijk, en daarom vonden wij het ook belangrijk om die verdeling te krijgen over verschillende business units, is voor je eigen medewerkers. Ja. Na een x-aantal jaar willen mensen in IT vaak toch eens een uitstapje maken. En misschien willen jongens van ons vinden het interessant om naar de business intelligence te gaan. Ja, en een consultant vindt het leuk om met low-code aan de slag te gaan. En dat is wat we ook absoluut de focus op leggen. Dus dat het talent zich ook binnen de organisatie kan blijven ontwikkelen. Ja. Hey, en even persoonlijk, is het zo dat jij bij wijze van spreken dat jij €100 hebt gekregen voor je aandelen en dat je die €100 weer in die holding hebt moeten stoppen? Of is het zo dat die holding dat €80 was, dat je €20 kon houden? Er is altijd een deel wat je houdt in. Ja. Maar betekent dat je financieel onafhankelijk bent nu door deze klapper? Nou ja, wat is het financieel onafhankelijk? Dat als je niet meer zou werken, dat je dan gewoon lekker kan leven? Nou, als ik heel zuinig leef wel. Ja? Hoe belangrijk is dat? Hoe belangrijk is dat? Als dan op een gegeven moment, want er komt toch een bedrag op je rekening? Er komt toch een bedrag op je rekening. En als ondernemer is het, voor mij is het nooit een doel op zich geweest. Nee. Je gaat iets bouwen omdat je dat leuk vindt, omdat je er energie van krijgt en dat je iets moois wil neerzetten. En ja, het is fijn als dan uiteindelijk zo'n stap gezet wordt dat dit er ook bij komt. Ja. En dat ik kan er wel van genieten. Ja, heb je ook wat geks gedaan of zo? Dat je weet ik veel. Nee, nog niet. Nee? Nog niet. Ik kan het wel doen. Je bent al wat brochures aan doorkijken, zeg maar. Ja. Hey, luister eens. Even wat ik nog wil weten. Als we nou naar zo'n traject kijken, want dat is best snel gegaan. Ja, nee, het is heel snel gegaan. Zat je nou te kijken? Iemand was me aan het bellen. Ik ging op mijn horloge over. Nerd. Hoe heet het? Ik knip er ook niet uit dit. Hoe heet het? Als we naar zo'n want je bent, wat is het? Ruim een jaar of zo? Ja, nog niet. Eigenlijk een jaar geleden dat traject gestart is. Oké, is dat gemiddeld? Of is dat is best snel, hè? Nou, ik denk dat wel relatief, voor mijn gevoel wel een beetje de tijdspad is wat ervoor staat. Oké. In ieder geval wel zoals ik uit gesprekken met Martijn naar boven kwam. Okay. Ook omdat we ook wel best wel strakker op hebben gezeten wanneer welke zaken te plannen. En we hadden nu in dit geval ook nog de hele zomervakantie nog ertussen. Ja, precies. Dus daar hebben we wat meer tijd gegeven eigenlijk voor organisaties om te reageren als ze interesse hadden. Wat zijn je belangrijke leermomenten als je terugkijkt naar dat traject? Stel dat er andere ondernemers die zeggen van nou weet je, dit is potentieel voor mij ook een scenario. Hè? Wat voor vorm dan ook? Wat zijn zeg maar, de punten waarvan als je nu terugkijkt, dat zijn wel leermomenten geweest? Ik denk het meest leermoment is dat je, het is best wel een rollercoaster waar je doorheen gaat. Want je gaat dat doen, maar wat betekent het nou precies en wat betekent het voor mijn eigen positie? Je doet het om zelf ook te groeien als ondernemer en nieuwe kansen te krijgen.
Maar ja, er komen heel veel verschillende aanbiedingen. Ja. Ook uit de onverwachte hoek komen binnen met heel andere proposities dan je eigenlijk in je hoofd hebt. En dat daagt je wel uit om nog eens een keer goed, echt goed diep na te denken van nou, wat wil ik nou echt? Wat wil ik nou echt? Ja. En wat wil ik nou echt voor mezelf en voor het bedrijf en voor de mensen die erin zitten? En hoe gaan we dat samen, en in mijn geval samen met mijn compagnons, ja. Hoe gaan we dat dan samen zo in een model kiezen waarin we allemaal denken van ja, gaaf, dit gaan we doen. Ja. En hoe belangrijk is dan zo'n rol van No Monkey Business daarin? De rol van No Monkey is heel belangrijk. Kijk, je eigen gedachten vormen over wat je wilt, dat doe je uiteraard zelf. Ja. Maar de rol van No Monkey is absoluut belangrijk geweest om de tred en de voortgang te houden in het proces. En op het moment dat ook als je eenmaal een voorkeurspartij hebt gekozen, dan ga je zo'n DD in. En ja, dan worden er lastige vragen gesteld en dan wordt er moeilijk gedaan. En ja, uiteindelijk is dat ook gewoon een spel natuurlijk. Maar ja, waar je soms ondernemer helemaal geen zin in hebt. Nee, totaal geen zin in hebt op dat moment. Want de business draait door. Je hebt eigenlijk, dat heeft gewoon, dat wil je door laten draaien. Gelijktijdig gaat over bakken met tijd, gaat in zoon DD zitten. Ja. Due diligence, voor de due diligence. Hey, en zijn mensen, want je had een mannetje van 30, 40, hè, zoiets, toen dit proces liep. Hoe heb je dat gedaan qua communicatie? Communicatie hebben we gedaan nadat de hele deal definitief was. Hoe lastig was dat, om dat hele proces geheim te houden dan? Ja, best wel lastig. Ja. Ik wou echt even vragen hoe lastig was om te vertellen. Dat vond ik eigenlijk nog lastiger. Ja? Nou, spannend. Dat je benieuwd was hoe ze reageerden? Ja. Ja, heel spannend vond ik dat. Hoe reageerden ze? Ja, heel goed. Ja? Ja, we zaten natuurlijk nog midden in de coronatijd. Dus het liefst wil je al je mensen bij elkaar hebben en samen ergens zijn. Maar dat ging niet. Dus ja, dan moet je dat online doen. En hele positieve reacties. Mm. Ja, dat is echt tof. Ja. Ja. Wat staat er allemaal op de agenda voor de komende, weet ik, nou, laat maar eens niet te lang vooruit kijken, voor het komende jaar? Komende jaar is het stroomlijnen van enerzijds het gewoon doorbouwen van de Pronto. Ja. Met Mendix, met Boomi en onze bestaande klanten. Ja. En anderzijds de gezamenlijke propositie echt goed neer gaan zetten. Aan de saleskant daar ook de processen voor in gaan richten. En natuurlijk kun je voorstellen met vier bedrijven, met toch verschillende producten, dat ook dat allemaal wat anders qua structuur is. En dat is voor mij de focus voor dit jaar. Wens ik je heel veel plezier mee. Dankjewel voor je verhaal. Dit was weer een prachtig ondernemersverhaal van een tech-ondernemer in de serie die ik maak met No Monkey Business, Dream Exits. Wil je er meer zien? Blijf even hangen. Zometeen twee andere. Heb je geluisterd naar de podcast? Dan vind je ook in de podcast nog veel meer afleveringen van Dream Exits. Voor nu, dankjewel. Hoi.